mogelijk richting de Oksterlijn plaatsen. Chemiepakdragers zich inmiddels gereed hebben gemaakt. De redding van het slachtoffer wordt gedaan in bluskleding. Maar om zelf geen onnodig risico te lopen in verdere inzet, wordt de rest gedaan in chemiepak. Deze pakken zijn beter bestemd tegen de chemicaliën. Het slachtoffer is inmiddels bij de Oksterlijn. U ziet dat er al een straal het water klaar is om het slachtoffer te besmetten. Maar het slachtoffer heeft aangegeven dat alleen op de handen besmet is. En ze zullen het slachtoffer dan ontsmetten door middel van water. Maar mocht het bekend zijn dat het om een ander stof gaat die niet met water ontsmet is, kunnen we hier ook andere middelen voor gebruiken. Op onze kantoor. Zolang het slachtoffer in ieder geval maar onbesmet over de lijn heen kan. Nou, de ambulance is hier te plaatsen. Op het moment dat het slachtoffer ontsmet is, kaart wordt overgedragen. En alle informatie die tot dan toe bekend is, over wat voor soort stof het gaat, hoeveel of of het is ingeademd, dat zal worden doorgegeven. Zodat ook zij in het ziekenhuis er rekening mee kunnen houden. Nou, inmiddels ziet u dat de chemiepakdragers ook het incidentveld zijn betreden. En zij zullen gaan kijken wat nou daadwerkelijk de oorzaak is geweest van het incident. Zullen het incident stabiliseren? En op het moment dat het incident stabiel is en de voedingsstoffen zijn ingedampt, die zijn gelekt, en er geen verder risico meer is, dan zal het incident worden overgedragen aan een bedrijf die vervolgens de gespecialiseerde bedrijven de middelen zal gaan opruimen. Ik zie hier een klein overleg hoe ze de situatie zo snel mogelijk kunnen stabiliseren.
In dit geval is dat mogelijk door het jerrycan recht op te zetten, zodat er geen verdere uitstroom van vloeistoffen meer is. De vloeistof die uit de jerrycan is gelekt, die zal worden ingedampt. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld scheppen zand over te gooien, zodat de dampen die vormen niet meer uitdampen. En ik krijg een bericht door van de take-out spuit. 3.42, en haalt u bericht over. Mercedes 342 meldt klein ongeval. 342 meldt klein ongeval, dat is begrepen. Nou, u hoorde net de bevelvoerder van de tankautospuit en die geeft aan dat het gaat om een klein ongeval. Elk incident, of er nou brand is, een hulpverlening, ongeval, gevaarlijke stoffen, kent een aantal klassificaties. En dat geeft aan hoeveel meer personeel en materieel er nodig is. Nou, dit is een klein ongeval en dan houdt in dat ze het afvullen met het materieel dat op dat moment ter plaatse is. Is het nou groter, dan kan een bevelvoerder of een OVD, officier van dienst, opschalen naar middel. Hulpverlening, middelongeval, groot ongeval, zeer groot. En aan dat aanval komt er meer materieel te plaatsen. Nou, op het moment dat alles stabiel is, dan geven ze een ongeval meester. Nou, dat is het op dit moment niet, maar dat zult u spoedig gaan horen van de bevelvoerder. En als het zijn meester is gegeven, brandmeester, ongevalmeester, dan houdt in dat het voor de brandweer op dat moment. En het is wachten op dat soort. Er zijn absorptiekorrels overheen gestrooid die de vloeistof absorberen. Als ik moet u uitvoeren, 3.42, zegt u. Als ik meld ongeval mensen, het is ons een klein ongeval dat wat giftige en duidelijke stoffen. Ja, best begrepen. U had ongevalmeester. Ze gaan op giftige en bijtende stoffen. En de situatie is verder stabiel. Best begrepen. Dank u wel, Raad. Nou, daar was het. Het zijn meester. De extra informatie die nu nog bij AC bekeken is, dat het zou gaan om bijtende en giftige stoffen, wordt doorgegeven aan de medische hulpverlening, zodat ze in het ziekenhuis daar rekening mee kunnen houden. De chemiepakraad is gewoon smet. En op het moment dat zij zo ontsmet en uitgekleed, zal het brandweervoertuig weer inpakken. En is de inzicht voor de brandweer gedaan? Nou, ik wil hartelijk...